Dat is hem dan. Ja, dus mijn ploegleidersauto. Net helemaal netjes bestickerd. Dus we zijn klaar om te vertrekken. Ik zal mijn riem omdoen, anders kijk ik weer gezeik. De eerste keer dat ik het peloton moest voorbijsteken, zoals wij dat noemen, dat deed het wel eventjes, ging mijn hart toch wel wat sneller kloppen. Want ja, je wilt toch geen renners aanrijden. En, ja, dat vond ik best wel lastig, maar ja, de tweede keer was je dat gevoel alweer kwijt. En... Ja, verder heb je in de auto, je hebt tv, daar kijk ik zelf niet naar, maar meestal de mechanieker of degene die naast je zit, die kan een beetje de koers uitleggen. Ja, je hebt communicatie onderling, dus dat is met de verzorgers die in koers zitten, kan je praten via een communicatiemethode. En je hebt communicatie met de renners in de koersen, waar je renners met communicatie mogen rijden. En dan heb je de koersradio, die eigenlijk constant... Ja, informatie uitspuugt. Daar moet je naar luisteren natuurlijk. Nu doe schadevrij? Ja, ik heb een heel klein schadetje gereden in Bessège. Er was een auto die kwam er ineens tussen bij mij. Dus ja, toen moest ik op de rem en ik trok alweer op terwijl hij nog stil bleef staan. Ik heb hem heel zachtjes getoucheerd, maar ik had alleen een kleine schade aan de sticker. Dus niks bijzonders.